Alright, cool. Spelletje. Spelletje. En het, ronde 2, even voor jou, dat je weet waar je mee moet starten. Eerst dus vragen. Vragen. Ja, ABC'tjes. ABC'tjes, juist, juist. Ja. Nou, dat is makkelijk dan, jongens. Dan beginnen we even met algemene kennis. Welke 3 Nederlandse films wonnen ooit een Oscar? Zijn dat A, deze 3? De Aanslag, Antonia, Karakter. Zijn dat B, Zwartboek, De Tweeling, Karakter. Zijn dat C, De Tweeling, De Aanslag, Antonia? Een Oscar, zeg je? Één keer, ja. Nog één keer. Welke drie Nederlandse films wonnen een Oscar? Hè, Nederland heeft 3 keer een Oscar gewonnen voor beste niet-Engelstalige film. Okay. Welke films waren dat? A, De Aanslag, Antonia, Karakter. De Aanslag, Antonia, Karakter. B, Zwartboek, De Tweeling, Karakter. C, De Tweeling, De Aanslag, Antonia. Oké. Okay. Beetje voor Bas. Wat dacht jij? A of C? A. A, A. De Aanslag, Antonia, Karakter. Ik ken Antonia helemaal niet, die film. Ik ook niet. Ik heb alleen De Aanslag gezien. Ja, ik ook. Ik karakter heb ik in ieder geval het boek gelezen. Ik weet niet of ik de film ook gezien heb. Oké. Okay. Ja, ga verder. Ja. Vraag 2. Rutger Hauer overleed in 2019. Hoeveel Golden Globes won Rutger Hauer in zijn carrière? Typische gokvraag. Een hele goede vraag dit jaar. Hoeveel Golden Globes? 1. B. 2. C. 4. 1, 2 of 4. Allebei fout. Hoeveel was het? Hij won er 1. Eentje. Welke film? Escape from Sobibor. Ah, oké. 3. Wie was de eerste Marokkaanse Nederlander die een Gouden Kalf won voor beste acteur? Ah, die is simpel. A. Najib Amhali. B. Nasreddin Dagar. C. Nora El Kousour. Ik weet niet hoe die precies heet, maar volgens mij is het... Ja, allebei goed. Voor Rabat, of niet? Ja. Ja. Goeie film trouwens, Rabat. Hoeveel punten staan we, Sven? Bas staat op 13 en Koen staat op 10.